mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag een nieuwe XXL gameplay van SpongeBob. Je ziet hem hier al dansen, lekker, met z'n bibs. Dit is SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom, een fucking awesome Gamecube game. Eén van mijn favoriete Gamecube games als kindje. We gaan hem vandaag lekker spelen een uurtje, dus meer daarvan na de intro. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom is een fantastische game. En het is een game over SpongeBob en Plankton, zoals wel vaker. En Plankton wil de wereld overnemen, iets in de richting met robots. En om een of andere reden moet je gouden spatels verzamelen. Ik weet niet eens waarom, ik heb me nooit even verdiept in deze storyline. Maar je moet gouden spatels verzamelen. Ik heb er nu 41 en dan kun je naar het laatste gedeelte. Je hebt zeg maar bikinibroek, is verdeeld in 3 delen. En dat bestaat allemaal uit weer het wereld waar je spatels kan halen. En als je daar weer spatels haalt, kun je weer naar verdere delen. Hier is bijvoorbeeld de krokante krab. Als ik 60 spatels heb, kan ik naar de schipbegraafplaats van de Vliegende Hollander. Het zijn grotendeels bestaande locaties uit de serie. Zoals hier is het bos. Kelp Forest is van die aflevering met de magische schelp. Daar is gewoon een heel level omheen gemaakt. En ik dacht, ik ga meteen het coolste level doen qua de serie die er het meest op slaat. Hier staat ook ergens oplasmaatje. Ja, die staat hier zo. Bubble Buddy. Er zitten zoveel referenties in de serie in. Dat is echt geniaal. Eerst ga ik even je schouderkrokante krap in. Want daar is nog een spateltje te halen. Ik zal ook even gaan wat abilities laten zien die ik heb. Ik heb deze ability. Het is een ball ability waarmee je balletjes gooit die vijanden kunnen raken met I. Doe je dit. En met B sla je gewoon met je kwalvis netje. En heb je nog, oh ja, als je springt en dan X doet, dan heb je bellen voeten. En heb ik deze zojuist gekregen van Bubble Buddy. Een hele goeie. Deze. Een soort van bestuurbare raket en daar kun je enemies mee doden. Ik vind hem persoonlijk redelijk overpowered, maar daar gaat het niet om. We gaan eerst ook aan de krap in, daarna gaan we naar SpongeBob's droomwereld. Voor mij ken bijna iedere SpongeBob-kijker of ieder kind die wel zegt SpongeBob seizoen 1, dat SpongeBob in de dromen van andere bikinibroekers gaat. En Patrick zit op het hobbelpaard volgens mij. Die ene met Patrick op het hobbelpaard. Are you ready, kids? Continue. Set. Go. Dit is even gewoon een beetje een brawl met heel fucking veel vijanden. En die moet allemaal dood. Ik weet niet of er ook nog ergens een machine staat. En wat ik bedoel met een machine, er zijn namelijk machines. Je hebt robots, maar je hebt ook weer robots die andere robots maken. En dat kan dan irritant zijn. Waarschijnlijk staat dat er wel en dan zit het hierboven ergens. Dat is dus niet zo fijn. Oh god. Ik ga dood. Oh, ik ben dood. Wauw. Dat escaleerde snel. Kijk, daar staat hij. Daarboven staat hij. Die klootzak. Ik moet eventjes echt mijn raketten gaan gebruiken, anders wordt het helemaal niks shit. Serieus, deze dude even dood maken. En daarna zou ik gewoon even wat raketjes moeten gebruiken, denk ik. En als ik hierboven sta. Ik hoor gewoon een raket geladen worden. Dit is niet goed. Maar ik eerst deze wel even gauw dood. Ik kan ze niet allebei tegelijk doodmaken. Jammer genoeg. Ik pak hem nu eventjes. Hé, dat kan ik ook, hè? Oh, verdorie. Lukt hem ook nog eens. Tering Jantje. Dit gaat niet zo heel goed. Ik kan me niet herinneren dat het zo moeilijk was. Oh, hier een onderboekje. Fijn. Nice. Die gasten met die lasers lopen ook lekker achter me aan. Ik wacht even tot de torpedo doet een torpedo gegooid. Ik weet niet, kunnen ze ook hierop richten of kunnen ze dat niet? Ja, dat ja. En dan pak ik hem nu even zo. Oh nee! Niet doen! Zo, nu is het grootste gevaar geweken, denk ik. Oh nee. Zolang die mannetjes me even niet kunnen raken vanaf hier, dan kan ik vanaf hier redelijk controle hebben. Over the rest van de situatie. Jij dood. Zie je, dit is een redelijk overpowered wapen. Zonder dit wapen is het een stuk moeilijker. Nou, oh ja. Nice. Ik denk dat alles was een beetje dood, behalve die gast hier onder me. Dus die ga ik even lekker slaan. Lekker old school slaan. Dus even kijken hoor. Misschien zit hier nog een sok in of zo. I don't know. Wat je nog meer moet doen is, ik verzamel momenteel shiny bits. Dus eigenlijk glimmende stukjes. En als je daar genoeg van hebt, kun je vaak de deuren openen. Maar je kan ook bij meneer Krabs een spatels kopen daarvoor. Als je dus echt heel erg vast zit in bepaalde levels, moet je gewoon de hele tijd stukjes grinden waar van die bloemetjes spawnen. Tot je uiteindelijk gewoon spatels bij meneer Krabs kan kopen. Je kan ook sokken verzamelen. Dat zijn eigenlijk mini spatels. Als je 10 sokken hebt, kun je bij Patrick sokken inwisselen voor een spatel. En dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten over deze game. En dan kun je ervan genieten. En genieten van de SpongeBob referentie die deze game bezit. Dus even kijken. Ik moet even nog gaan wat... Ja, deze... Oh, fuck. Twee dingetjes. Dit gaat niet zo heel goed. Het is niet zo heel splendid. Vooral omdat het... Ja, wacht. Ik kan ook gewoon dit doen. Ik kan gewoon. Wacht. Blijf staan waar je staat. Mijn boefje. Is hij dood? Ik hoop het. Hup! Oh, kut. Hij deed een dansje. You destroyed all the robots. Go see Mr. Krabs for your reward. Moet trouwens het geluid hard genoeg staan? Ja, dat staat het inderdaad. Dat was even een kleine check. Sorry daarvoor. Eens even kijken. Het was wel erg sokken te scoren hier. Vaak moet je dan iets geks slaan, zoals de kassa. Of de sausjesbar.
Maar dat gebeurt momenteel niet. Oh, wat, ik heb wel de saus geslagen, dus het gaat wel de goede kant op. Gaat de goede kant op, ik heb hier vertrouwen in. Zo, onderbroekje erbij. Onderbroeken zijn trouwens je levens, maar dat had je waarschijnlijk al door. De speelbare characters in deze game zijn SpongeBob, Sandy en meer. En Patrick, dat zijn eigenlijk de enige speelbare characters. Jammer genoeg niet Octo. Ik had het best tof gevonden om als Octo te spelen. Maar dat is het leven gewoon even niet. En dan krijg ik hier mijn beloning, een gouden spatel. Wat prachtig. Wat enig. Wat cute. Voilà petit. Eens even kijken. Ik denk dat we nu naar de droomwereld gaan, maar ik kan eerst ook even naar de maatemmer. Misschien is er al een bossfight die je kan doen. Die bestaat uit twee bossfights. En de tweede bossfight heb ik nooit kunnen halen, dus dat wordt interessant. Voor mij moet je daar 70 spatels voor hebben, dus denk maar niet dat we nu in één keer super mega awesome bossfights gaan doen. We doen gewoon matige bossfights. Gewoon matige bossfights. Hier is een secret. Misschien zag je hem al liggen net op het kokante krabbord. Een gouden onderbroek. Gouden onderbroeken betekent één extra onderbroek voor altijd die je erbij hebt. Een mogelijke onderbroek, oftewel zeg maar een HP-up. Om het zo maar ongeveer zien. En als het goed is ligt hij hierboven, dus daarom dacht ik, hey. Oké, meteen een spatel erboven. Hotstuk idee. Yes! Dit vuistje. Je ziet natuurlijk mijn handen, dus dat vuistje denk ik. Yes! Ziet er best grappig uit. Yay! We zijn gelukkig! We zijn stoer. Hier zitten ook allemaal andere delen van de stad waar je op het dak kan. SpongeBob is best wel een beetje een vandaaltje. Dus even kijken, hoe gaan we daar komen? Kun je dat springen van een 4 of zo? Ja, dat kun je wel springen van een 4, toch? Ja! Ik heb hem. Yay! Another pair of underpants. Dus even kijken. Ik heb in ieder geval twee spatels gehaald deze video. Verwacht niet dat ik dit tempo aanhaal de rest van de video. Misschien met een beetje geluk kunnen we de 50 nog halen. Dat betekent dat ik dus naar Kelp Forest kan. Oké, je moet je 75 spatels voor hebben. Ja, zoiets dacht ik al. Volgens mij ligt hier boven ook een spatel. Ik kan hem herinneren in ieder geval. Maar kon je het menu aanpassen ofzo? Ik heb dit spel zo nog niet meer gespeeld. Ik kan me herinneren dat je allemaal gekke dingen kon doen zoals het menu aanpassen. Door erop te slaan. Heel logische manier om het menu aan te passen. Geen televisie. Au. Dit is ook natuurlijk een referentie naar de serie. Owner of the Chum Bucket is best known for the... Nou. Stomp on your children's children. Oké, dat ging dus echt helemaal nergens over. Ik kan me herinneren dat hier ergens een spatel ligt. Ja, daar. Zie je hem? Voor mij kun je dit... Voor mij lijkt me nogal... Oh, wow, dat kan gewoon. Wauw. En dan kun je dit balljumpen dan? Ja hoor. Ja hoor, hij flikt het hem. Hij flikt het hem. Woo! Ik ga lekker. We hebben nu echt... Oh, we hebben er al 45. 44. Oké, oké. Nou gaan we nu naar SpongeBob's Dromenland. Een verschrikkelijk level. Dat emotioneel slopend is, geloof me. Het is echt ook meteen de moeilijkste wereld, maar het is ook de leukste wereld. Als je SpongeBob fan bent. Je hebt daar SpongeBob's Droom. Patrick's Droom. Sandy's Droom. Octo's Droom. Meneer Krabs Droom. En dat zijn allemaal aparte levels. Sommige zijn parcours, sommige zijn vechten. En SpongeBob's Droom is gewoon de main wereld. En daar kun je dan wisselen van iedereen's dromen. Sandy's Droom is kut. Patrick's droom is gewoon droog. Octo's droom is kut. Meneer Krabs droom is geniaal. En moeilijk. Eigenlijk zijn alle levels moeilijk hier. Maar dit is SpongeBob's droom. En ik dacht, die laat ik aan jullie zien. En dan krijgen jullie een leuk beeld van hoe deze game werkt. Ik ga hem sowieso een keer op mijn kanaal doen. Dat was echt een van de eerste series die ik op mijn kanaal deed. En bijna geen enkel Engels persoon die hem op YouTube speelt. Dus ik krijg best veel views vanuit Amerika en zo. Dus ik moet hem sowieso nog een keertje doen. Dit is Sandy's droom. I'm surrounded by dream bubbles. What? Gary, what are you doing here? Meow. Ik weet het allemaal nog. Dreaming. Well. Well, then first thing I'm gonna do is dream myself up a mustache. Ow. Thanks, Gary. It does make me look more rugged, doesn't it? Meow. Meow. More tasks? Well, I could use more golden spatulas. But where should I start? Meow. Sandy, Octo, meneer Krabs, Patrick. You mean each dream bubble has a golden spatula in it? Oh my god. Het probleem is dit. Meteen het begin is eigenlijk al een probleem. Oh wow, ik kan met dit. Oh god, dit wordt echt een drama. Hoe werkt dit ook alweer? Kijk jongens, dit is echt al verschrikkelijk gewoon. Hoe? Ho!
Het ziet er moeilijk makkelijker uit dan het is. Of... Oh, ik leef wel nog, dat is wel fijn. Ja, wat gebeurt er? Ik weet ook echt... Oh man, dat zag ik niet aankomen. En natuurlijk de hand van de kapitein van Are you ready kids? Ja, die hand. En je begint weer opnieuw. Ik bedoel, als je nou al van tevoren weet wat het patroon is, oké, maar ik... Dat is mijn commentaar, joh. Sandy's droom sla ik het liefst een beetje over, want ik weet dat ik daar heel hard ga falen. Ik kan wel één spadeltje proberen te scoren daar. Oh, wauw. Ik word gewoon weer teruggeslagen ook. Dat is pas verliezen, jongens. Verliezen 2.0. Gewoon teruggeslagen worden. Nou, even kijken of ik dit kan overleven deze keer. Ik weet nu in ieder geval wat het probleem is. Dat ding. Ik probeer mijn ogen eruit te steken. Die daar. Just make sure you jump on that. Oh, god. Ga me inolieën. Ik wil niet ingeolied worden. Ja? Ja? Oké, hoe maak ik die dude kapot? Ik heb geen idee. Sla hem. God, hij heeft meer levens dan dat. Wacht, ik gebruik wel gewoon mijn laser ding. Dit is ook echt een laser. Bubble time. Yay, hij is dood. En hij sloeg me er bijna af. Wat een klootzak. Oké. Eens even kijken. We zijn nu hier. Ik weet dat hier iets is met een bal. En die moet je dan goed naar beneden begeleiden. En dan krijg je daar... Oh, nee, je moet over die bal heen lopen. Oh my god. Weet je waar ik ook heb zijn checkpoint, dozen. Heb ik hier wel een checkpoint staan, zo'n paaltje? Ook niet, dus oftewel als ik hier faal, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ik denk dat ik liever gewoon doorloop. Dit is een glijbaan waar SpongeBob op moet met zijn tong. Best wel grappig gedaan. Leuk, enig, schattig ook wel. En dan moet je niet gaan springen, want dan krijg je dit soort situaties en ik ben dood. Oh man. Oh man, dit is een zware pil voor mij. Nee! Oh, ik haat mijn leven. Ik zou even deze doos openmaken. Deze doos kun je snel maar teleporteren als je de andere doos ook opent. Is van die aflevering van Fantasie. Daar zijn die dozen van. Dat zegt je wel iets als je wel eens SpongeBob... Oh ja, dat had ik niet. Geen rekening mee gehouden. Nou, ik ben wel boos, dus ik ga even wat sneller nu. Dat is te merken. Oh, die dude spant ook weer. Mooi. Ik kan die dude beter gewoon eerst vermoorden. Dat is een goed idee eigenlijk. Ik denk dat ik dit stukje in desnoods open zou kunnen slaan, denk ik. Het is een gedachtenspinnetje. Oh man, that was uncalled for. Tering. Ik heb wel eens dat ik zoiets heb van, nou, dat was gemeen. En ik heb ook wel zoiets van, nah, what the fuck. Dat had ik zojuist. Ik ga deze vent niet meer gaan zo doodmaken, weet je. Hij vraagt er echt om. Oh, maar dit ga ik nooit redden met die afstand zeker. Dat huidje, zijn huidje groeit vast weer aan. Oh, toch niet. Oké, cool. Bitch. Gewoon niet. Raketten werken gewoon niet. Oh fuck, ik zie je. Ja, groeit hem net weer aan. Misschien als ik wat meer naar voren sta, dat het me wel lukt. Nou, cool. Is het nu wel gelukt. Nice, oké. Dan ga ik proberen dit talen zonder dood te gaan. En dan hebben we misschien een kans. Als ik van die glijbaan afkom. Of ik moet het andere stuk proberen met die bal dus. Maar dan is er een kans dat ik weer helemaal naar beneden moet. Ook niet echt helemaal ideaal. Ik kan trouwens beter gewoon op die stekel springen, heb ik zojuist geleerd. Van mezelf geleerd. Zelf aangeleerd. Yay. Dit is zo leuk. Dit is zo fantastisch. Oké, we gaan het halen, jongens. Kom op. Kom op, Rick. Ik geloof in je. Dankjewel, man. Hop. En we zijn er weer. Oké, nou gaan we even die glijbaan af. Maar ik ging de vorige keer veel te snel. Dat vond ik echt niet leuk. Ik vraag me af of ik daar af zou kunnen snijden. Maar dan moet ik weer alles opnieuw doen. Echt, heb er geen behoefte aan. Kom op, Rick. Je kan het. Je kan het. En we zijn bij Sandy aangekomen en we leven nog. Oké, 1000 glimmende muntjes. Glimmende shiny things heet ze volgens mij. Oftewel glimmers. Oh, dan kun je ook weer verder. Dit ziet eruit als een drama. Dit ziet eruit als een toekomstig jeugdtrauma. Dit ziet er kut uit. Nou, dat wil ik eigenlijk ook niet. En dat was ik heb trouwens niet de ingang naar Sandy gekocht. Dus maar naar omhoog dat ik naar Octo kan. Ik wist het ook niet, jongens. Waarschijnlijk ligt er achter nog een sokje of zo. Je weet het, meestal liggen dat soort sokjes wel achter dingen. Gewoon achter dingen. Ik dit kapot slaan. Dan heb ik een torentje. Al die blokjes hebben verschillende properties. Dat ga je vanzelf heel snel leren. Als je deze aantikt, worden ze boos. Die stenen kun je niet kapot maken met je vuisten, tenminste met klappen. Meestal heb je houten tiki's, die kun je gewoon kapot slaan. Dat zijn deze dingen. Ja, die kun je gewoon kapot slaan. Je hebt ook nog tiki's met hele grote oren. Die gaan weg als je dichtbij komt, dan moet je sneaken. Het is een beetje een warboel van geklooi, kort samengevat. Maar deze game is wel leuk. Er zit wat rage in, vooral in de laatste wereld. Dit is Sandy's droom. Het is 1,5 fucking glijbanen en het gaat deels over Nederland en Amerika.
Tenminste, tulpen. Ik voel me echt, ik voel me als Nederlander zeer aangesproken. Het is Larry! Of het wel Leendert, weet ik volgens mij in de Nederlandse serie. Ik heb echt al zo lang Spongebob voor meer gekeken. De spatula. De gouden eikel, oké. Okay. My rules. Er was zo'n Sandy voorbeeld dat nergens op slaat. Dus even kijken, wat kunnen we er meer doen? Hier is iets. Oh, dan ga je terug volgens mij. En dan ga je de droom uit. Dit ziet er nogal raar uit, maar daar kun je zo'n bloemetje pakken die heel veel waard zijn. Ik zal even deze doos openen in ieder geval. Ik vind de hele omgevingen vind ik wel heel tof gedaan. We gaan hem gewoon proberen. Ik ga echt niet zeggen dat het lukt. Ik ga het gewoon een paar keer proberen. En als het niks wordt, dan gaan we gewoon verder naar de andere droom. Ik wou meer gewoon de dromen laten zien. Ik ben hier niet echt, deze aflevering ben ik niet echt gekomen om succes te hebben in wat ik doe ofzo. Dat doe ik een andere keer wel weer. Ik moet toch de hele game nog een keer uitspelen op mijn eigen kanaal. Maar het is nog nooit gelukt, dus, maar ik heb dit al zo niet meer gespeeld, deze game. Joh. Ik was trouwens gestopt met de serie op mijn eigen kanaal. Oh, kijk. Nice. Nice save, bro. Oh, nee. Oh, ja. De wagen met poep. Oh, nee. Oeh, ik leef nog. Wat ik hier vaak doe is van baan wisselen en zo. Maar ik ga gewoon maar een keertje mijn baan uitrijden en kijken waar ik kom. Nou, uitrijden uit, ja, wat het ook is. Nee. Sandy, would you please stop that? Hier is sowieso iets te doen. Einde van de gevecht, iets met een boek, muntjes betalen, heb ik geen zin in. Het enige chill is, als ik dat doe, dan weet ik wel tenminste zeker dat ik een keer wat haal. Aan de andere kant is het niet zo mis. Ik ben nu weer helemaal de weg kwijt van wat ik allemaal aan het doen ben. Het is echt een heel doolhof van springdingen. Ik kan ook heel erg wisselen van baan, maar ik heb zoiets van misschien wissel ik er wel eerst naar de verkeerde toe. Kijk, zie je daar dat ik bijna een rondje... Wauw, ik ga nu echt... Oh, wat ik ook zie al wat moest doen. Ik zie in wat ik moet doen in ieder geval, dat is goed. Soms kun je ook gewoon de verkeerde richting in opgaan. Het kan allemaal in principe. Oh, kijk, we gaan ergens heen volgens mij. Ik heb het gevoel dat we ergens heen gaan. Ja, een checkpoint. Woe! Gaat lekker. Gaat lekker, Ricky. Geloof in jezelf. Geloof in het hart van de kaart. Oh, wacht, dat is Yu-Gi-Oh! Maakt niet uit. Yu-Gi-Oh! Is hartstikke leuk. Een beetje een breed platform. Voor mijn gevoel is dit breder dan net in ieder geval. Ik kan er helemaal naast zitten. Maar voor mijn gevoel is dit best wel. Oh, en koeien gooien flyen naar me. Waarom doen koeien dat? Want koeien fucking klootzakken zijn. Daarom doen koeien dat. Je kan er niet zoveel aan doen behalve springen. En hopen dat de flyen je niet raken. Oh man. Oh man. Oh, dat ging snel. Shortcut. Daar zit ook een checkpoint, weet ik uit mijn hoofd. En die heb ik dus nu gemist. Omdat ik meteen doorsprong. Ik heb zoveel skills, dan mis je gewoon checkpoints door. Dat is gewoon minder. Oké. Okay, ik word een beetje duizelig van het Amerikaans gestreepte parcours. Ik word hier echt duizelig van. Please, laat het stoppen. Please. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik moet me heel erg focussen op die baan. Jullie niet, jullie zitten gewoon een beetje relaxed te kijken hoe ik het aan het verkloten ben. Maar dat zeg ik, laat me niet zo makkelijk pakken hoor. Dan val ik gewoon de baan eronder. Heb ik heel slim gedaan, dat is een goede save. Ik ga ook niet zo heel snel momenteel, dat is ook wel fijn. En ik val echt precies op hetzelfde punt voor mijn gevoel in ieder geval. Nou, ik probeer het gewoon nog een keer. Als ik nou steeds iets later val, dan kom ik er uiteindelijk wel. Oh man, ik word hier zo duizelig van. Jee, we zijn iets verder dan dat we eerst waren. Ik ben in mijn hoofd dat je hier door over wat poep heen moet lassouwen. Vond ik altijd een leuk stukje als kind. Zo van, haha, poep. Hij zei poep. Ik, ja, dat zijn jullie nu, de kijkers. Ah, hij zei poep. Ja, dit ja, vond ik leuk. Oei, voor mijn gevoel zijn we bijna bij de eikel. En dan bedoel ik niet jullie. Jullie zijn gewoon leuke, lieve kijkers. We zijn bijna bij de eikel met de gouden spatel. De gulden spatel wellicht zelfs. Ik vind gulden een mooi woord. Een gulden spaat. Ik hoor dingen die pijn doen. Need een checkpoint, please? Nee hoor. Oh, toch wel. Nice. Oké, hier moet je even de randen niet aanraken, want dat is geen leuk idee. En een koe die je fly gooit. Waarom ook niet, hè? Gooit hij nu nog steeds fly in hem, of gooit hij alleen fly als je richting de koe gaat? Ik weet het niet. Hij gooit een fly. Hij gooit mis. We zijn er! We zijn er! In echt gigantisch weinig pogingen. Dit verbaast me. Dit verbaast me. Nou, hoppakee. Woo! Lekker dan, Ricky. Hey. 45 stuks. En ik ga nog even naar dat ene platform toe waar ik zei van, oeh, dat is een vechtstukje. Een gemeen vechtstukje. Dan kunnen we over je heen, dan moet ik even in deze deurs. Deze deurs. En dan zijn we weer gewoon weer aan het beginnen. Chill is, je kan ook gewoon in je SpongeBob Dream, kun je gewoon levels herloaden. Oh, ik dacht, Across the Dreamscape, dat is die aan het einde. Dit is de Bouncing Ball, dat was die allereerste ster, zeg ik, ben even in de war met Mario. Dat je naar boven moest en dan moest je op die bal naar beneden. Ik kan gewoon zeggen, nou die wil ik niet doen. Word je meteen naartoe geteleporteerd. Dus van quick travel. Wel handig. Als je een spatel eenmaal in het zicht hebt gehad. Dat je een cutscene krijgt. Gaat ze uitleggen, hey die spatel is er. Dan kun je er gewoon naar quicken. Nou, dan ga ik het gewoon nog een keer proberen. Lekker muziekje toch?
Ik zou in principe ook gewoon kunnen zwijgen. Heb je nog steeds een leuke video? Gewoon door muziekje. Oh kut, dat deed pijn. Poepje, doet me pijn. En dan moeten we even af bij het ene platform waar we net langs gingen. Jullie weten welk platform ik bedoel? Misschien. Ja, we zijn er bijna. Hier zijn we. Tadaa. Oh, kost me 2800. Oké. Okay. Do you want to feed the clam 2800 shiny objects? Dat is een mooie Engels. Do you want to feed the clam 2800? Ja, goede vraag. Oh man. Faster than a horny toad. A horny toad on a merry-go-round. Why don't I ever just dream normal dreams of world domination? Goeie vraag, Phantom. In ieder geval, ze zei, ah, dit is zo makkelijk, dat kan ik in mijn slaap doen. En toen zei hij, ah, je slaapt ook. En toen zei hij, ja, daarom. En dat is random dialoog. Oké, okay, dit wordt een stukje moeilijker. Op het moment dat je valt, als dat lasso op is, moet je heel snel op het goede moment op X drukken. Nee, ja, oh, wow, je ging bijna over de kop. 180, kom op, please. Ja, mooi. En dan moet ik hier waarschijnlijk nog een beetje gaan vechten, zo te zien. Ziet er wel vechtend uit, ja. Oké, okay, er staat een machine. Eerste wat je doet, getrainde awesome boy. We gaan meteen die machine kapot maken, anders blijven ze spammen. Nou, nu gaat de taarsaus meneer eraan. Het is allemaal een beetje glad, dat is natuurlijk ook een beetje de moeilijkheidsgraad. Ik weet niet, oh ja, met SpongeBob kun je die dingen... Oh nee, ik glijd er vanaf. Oké, ja, cool, ik leef nog. Hier een beetje oppassen dat je niet door terugslag eraf valt. Even kijken hoor, wat hebben we allemaal meer voor leuke gasten. Nu is het wel best wat te doen ondertussen. Dus eventjes tartaarboy, eventjes... Oh, dat was niet de bedoeling! Teringjantje, ik moet even gaan wat onderbroekjes pakken. Hier is er eentje bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Die tikkies zijn heel irritant, want die... Dan doet het spel zo van, hey, zou je daar last op willen gooien? Nee. Ja, ik zal eventjes... Nee, dat wil ik niet! Met SpongeBob moet je gewoon boven ze springen en dan die voeten doen die ik had laten zien, maar dat moet bij Sandy dus niet. Nee. Pak hem! Yay! Bitches, oké, ik denk dat dit de laatste is en dan kan ik misschien kans maken op de prijzige gulden spatel. Yay! We hebben erin! Jawoel! Oké. Dan moet ik even proberen deze droom te exiten, want ik heb het ondertussen alweer een beetje gehad hier zo. Nee. Zo doet ze soms als je in de spatel haalt. Sandy is een beetje doorgedraaid. Een beetje geflipt. Dan moet ik eigenlijk even deze droom exiten. Ik kan droomwereld in het algemeen exiten, dat lijkt me geen goed idee. Wat mij het beste idee lijkt is zeggen ik wil slide in Texas style, wil ik daarheen. En dan ben ik weer aan het begin en dan ga ik eruit. We zijn 22 minuten en 50 seconden bezig. Tenminste, jullie hebben ook nog een intro erbij en zo, dus voor jullie is het net weer anders. Maar ik vind het goed gaan in ieder geval. En dat betekent dat het goed gaat. We hebben alleen een beetje weinig muntje. Dus ik hoop dat we wel bij Patrick kunnen komen. Maar Patrick's droom is zo geniaal. Dus daarom wou ik eigenlijk eerst niet een level doen dat ik net gedaan heb. En eigenlijk heb ik een beetje spijt, want we gaan sowieso niet meer bij Patrick's droom komen. Verdurrie. Gewoon omdat ik geen geld heb. Geen centjes. Ik zal het uitleggen. Ik ga wel proberen bij Patrick's droom te komen. En als dat niet lukt, dan zal ik vertellen wat zijn droom is. Oké, dit is moeilijk. Ik weet nou niet... Moet ik gewoon degene kiezen? Moet degene kiezen die open gaat? Ja, precies. En je moet... Oh, cool. Dat werkt gewoon. Dat is nice. Oké, dit is best wel moeilijk voor mij. Dit vind ik moeilijk, jongens. Wat moet ik doen? Dat is ongeveer de vraag hier. Wat moet ik doen? Maar... Ja, wat moet ik doen? Ja! Oeh! Heb ik dat? Nee, heb ik niet. Oké, dan moeten we dus nu verplicht Octo's droom doen. Ik gok dat als je... Hey, we gaan niet boven komen. Het gaat hem lukken. Ik dacht, waarschijnlijk moet je hem via die jump heel mooi maken dat je dan hierop komt. Nope. Weer een spatel erbij. Wat we nu in principe even moeten doen is 1000 en... we kunnen proberen Octo's droom te halen, maar ik weet in mijn hoofd dat het een hele moeilijke is. En dan kunnen we proberen richting meneer Krabse droom te gaan en via daar kunnen we misschien zo nog bij Patrick's droom komen. We hebben zo'n beetje de hele wereld gecleared in één aflevering. We gaan proberen Octo's droom. Waar denk je dat die over gaat? Al dacht je muziek en klarinet spelen. Helemaal waar. Me
Ik heb daar echt nooit de dialoog begrepen als kind, maar nu vind ik dat soort dingen wel grappig. Zoals, oh jongen, doe je oren dicht. Dan zit natuurlijk ook als drum. Hard time, boy. Or at least it feels like it. Do you think you can make it across this sheet of music? The Golden Spatula. En dan op Octo's grote neus. On a high note. Good luck, boy. When you get there, try to wake him up. I'm running out of aspirin. Okay. Wat je moet doen is je moet over de noten heen springen. En dan denk je, nou dat is leuk. Maar natuurlijk gaan de noten straks bewegen. Deze heb ik als kind nooit kunnen halen. Maar ik heb nu een extra trucje, want normaal kon ik gewoon alleen de double jump. Als je de double jump afsluit met een B, met een swift ding, dan blijf je iets langer in de lucht. Deze noten vallen volgens mij. Oh man, ik dacht dat het gewoon goed ging en toen in één keer viel ik door de grond heen. Oké, ben ik weer bij het begin? Nee, cool, zit nog redelijk wat checkpoints in dan. Vind ik wel fijn. Vallen deze? Oh man, ik twijfelde. Ik dacht, ik check even of ze vallen, is wel handig om te weten. Ze vallen, maar het duurde redelijk lang. En dat is natuurlijk een mol. Nee, dat is geen mol. Dat is ooit het andere ding. Ik heb ooit muziek gehad in de tweede. Ik ben echt een verschrikkelijke gast. Ik ben echt verschrikkelijk in noten lezen. Vallen, voor mijn gevoel vallen alle noten gewoon, maar ja. Hoe heet dat ook alweer, zo'n kruis? Je hebt mollen en je hebt kruisen. Je hebt gewoon kruisen en mollen. Nou, dan zal dit wel het kruis zijn. Maar dat is een gok. Moet je me niet op vastpinnen. Oh, cool, een checkpoint. En hier wordt het wat moeilijker dus. Mieke heeft een lammetje. Je kan beter niet een double jump doen, zie ik. Nu gaat het. Oh, kijk, ik krijg wel meteen weer een checkpoint hier. Sympathiek. Sympathiek en meeleven met de middenmens. Met de middenmens. De middenmens. Oké, okay, we komen er langzaam. Alleen het probleem is dus omdat het level je ook beweegt. Als je niet snel genoeg gaat, kom je er nooit, zeg maar. Maar we komen dichtbij. Ik weet niet of de noten nog veranderen of dat het gewoon een heel lang verschillend patroon is of zo. I don't know. We zijn er bijna. Ik kan het van de 4 wel maken. En we zijn... Oké, okay, van de 4 wordt het moeilijk. Hoe ver zijn we eigenlijk al? Redelijk op weg, denk ik. Ja. Oké, okay, hier staat, is wel weer een stationair level. Oftewel, het staat stil. Zullen jullie me een beetje de goede kant op, of niet? Maar, ik vind dit matig. Ga ik eerlijk mee zijn met jullie. Oké. Okay. Oh man, dit wordt niks. Wordt echt niks. Oh man, oh man. Oh man. Oh, dit is wel chill. Nou gaat er wat gebeuren, jongens. Een life changer, een game changer wellicht. Wat is erger? Oké, deze tamboerijntjes zijn echt heel irritant. Pakken bij, verrek. En het probleem is, ik verdien hier echt geen van die shiny bits. Dus dan kunnen we een beetje onmogelijk naar... Verdurrie! Ah nee! Ik heb eventjes een plekje nodig waar ik wat van die shiny bits kan zien. Anders dan komen we nooit bij de volgende droom. Ah man, ik zie echt die diepte niet. Ik ben al een cycloop. Op het moment dat je één oog hebt, zoals een cycloop, dan zie je heel slecht die diepte. Schijnt zo te zijn. Ik heb twee ogen, dus ik kan dit niet bevestigen voor jullie. Maar ik kan het ook niet ontkennen. Ik kan ontkennen dat ik faal. Ik bedoel, dat ik... Ik kan ontkennen dat ik... Niet faal. Denk daar maar eens over na. Vanavond. Als je aan het poepen bent. Ja, niet. Zijn jullie avondpoepers? Ik poep eigenlijk voor mijn gevoel echt bijna nooit 's avonds namelijk. Is het een raar moment om dit te bespreken? Ik denk namelijk al de mensen van de XXL Gameplay die kijken. Dat zijn goede mensen. Dat zijn vrienden van mij. Dus daarom dacht ik, ik noem het even op. Maar ja. Als je je ongemakkelijk voelt hierbij. Zeg het gerust. Weet je. We kunnen het erover hebben. We kunnen ook gewoon doen alsof dit nooit gebeurd is. Daar komt hij hoor, de gekke dingetje. Oh wacht, ik doe het. Oh man, ik maak er bijna geen double jump meer. Oh man. Oh man. Oh man. Ik wil ook niet echt de hele rest van de video bij Octo blijven hangen. Dat is een beetje een probleem. Oké, okay, dat deed hij goed. Die Ricky van Serpent Gameplay. Gaat hij weer. Een beetje slecht overzicht houden, want soms zijn dat ding half buiten beeld. Ja. Ja. Oké, we wachten even gewoon met kilo's geduld. Er zit trouwens een kruis echt bij dit ding. Wat goed toe. I don't know. Ik kan niet weten. Oké, dit is moeilijk denk ik. Oh, dat valt wel mee. Maar nu niet door dat kruis heen gaan, vriend. Dat doen we even niet. Kom op, Rick. Kom op.
Top. Geen checkpoint hier? Ah, dat vind ik lullig. Nou, voor mij zit, voor mijn gevoel zit ik echt het punt waar ik gestopt ben dan. Maar doordat ik deze B-jump gebruik, is het wel een heel stuk haalbaarder dan als je die niet gebruikt hoor. Jullie merken het ook. Ik ben het aan het halen momenteel. Wonder boven wonder. Yay! We zijn er bijna! Het is het laatste deel! Kom op, Rick. Kom op. Dit is het punt om je mannelijkheid te bewijzen. Door middel van mannelijkheidsbewijzing. Zoals het altijd heet. Oh nee. Zie schommelen! Van rechts zo links. Oh nee, dit wordt een drama. Alhoewel, ik krijg dat drama, maar eigenlijk valt het best wel mee. Ik vind het trouwens ook wel leuk hoe de achtergrond overal muzieknoten zijn en kunst van Octo. Welk van de twee vind je erger? Duidelijk kunst van Octo. Wat is dat verschrikkelijk zeg. Oké. Grap is goed. Hoe gaan we dit aanpakken? Oh man, dit is verschrikkelijk. Gelukkig blijven deze dingen stil, vallen deze niet. Als er nog eens van kleur, andere kleur waren, dan is het einde. Is this it? Oké. Woo! Yeah! Lekker gedaan, Ricky. Losbaals hebben we nu 48. Oké, dan. Enig probleem is dus, we hebben geen geld om verder te gaan in de dromen. Dat is ook best lullig. Ik moet toch even een andere wereld pakken. Waar hebben jullie zin in? We hebben de Zandberg. Oh, daar kun je heel veel geld verdienen en dat is wel leuk. Top of the Lords. Defeat Robots on Gumpy Mount. We hebben nog verbeterde tijd van opblaasmaatje. We kunnen het proberen. Nee, dit is echt verschrikkelijk. Ik ben hier heel graag Sandy, want dan kun je dus, zoals je net al een beetje zag met mij, kun je jezelf nog een beetje redden. Terwijl als je SpongeBob bent en je gaat van de baan af, dan ben je een beetje klaar. Maar ik weet niet of je Sandy of Patrick kan zijn. We gaan even kijken. Sandy, oké. Dan gaan we eens proberen opblaasmaatje zijn tijd te verbeteren. Hey there, Sandy. Howdy, Bubble Buddy. Moet ik nog met hem praten of kan ik alleen SpongeBob zijn om die tijd te verbreken? I don't know. Ik ga proberen met SpongeBob. Voor de zekerheid, straks heb ik die baan helemaal gedaan en dan blijkt het dus dat ik SpongeBob moet zijn om zijn tijd te verbreken. Misschien kan ik trouwens die sneeuwpop kapot maken van een sok. Nee, die stond wel zoveel van de zoveel sneeuwpoppen, dus misschien is dat iets apart of zo. I don't know. Ja, je moet wel SpongeBob zijn hiervoor. Oké, nou we hebben een tijd, we hebben een parcours. Let's go! En ik ga gewoon proberen ook wat van deze dingen kapot te maken voor monies. Money is low. Is er ook wat stekels op het parcours? Die horen daar eigenlijk niet. Hé, dit hebben we nog snel op. 2 van de 8. Yeah. In principe ben je niet instant dood of zo. Je neemt gewoon net zoals normaal damage door. Ik snap alleen niet echt hoe je hier een goede tijd neer kan zetten. Moet je dan gewoon heel goede afsnijroutes vinden of zo? Want je kan niet echt heel erg je snelheid aanpassen of zo. Er valt niet al te veel af te snijden of zo. Tenminste, dat idee heb ik hier hoor. Hey, kijk, ik heb afsnijroute. Dit is voor mijn gevoel de korte route in ieder geval. I have no idea. Ik vind het wel leuk in ieder geval. Deze banen zijn tenminste een stuk leuker, want ik vind die dunne banen vind ik niet zo leuk. Als ik sporen moet maken is geen probleem. Hier wat ik hier afsnijden. Oh man. Ja. Ja. We gaan hard. We gaan lekker. En we zijn SpongeBob. Ik heb geen idee hoe lang deze baan is. Dus ik heb ook geen idee of een beetje goed op koers leggen. Kan ik jullie geen informatie over geven, boys. Boys will be boys. Ons geld gaat in ieder geval wel lekker. Onze valuta loopt lekker door. Dat is natuurlijk ook wat we willen, want dan kunnen we zo meteen New World in. Oh nee. Ja! Gaat lekker. Oké, nog een beetje slalom. Voor het gevoel is daar de finish eigenlijk. Dat gevoel heb ik, dat is een emotie die ik heb. Een emotie? Oké. Dat gewoon heel vaak oké zeggen. Ik heb het gevoel dat trouwens gewoon 8 sneeuwpoppen op deze baan liggen. Als je die allemaal 8 vindt, dan krijg je een sok of zo. Nou, een sok zou ik wel heel leem vinden. Want dan betekent het eigenlijk dat je 80 sneeuwpoppen kapot zou moeten maken voor 1 spatel als je door zou rekenen. Ik wil een beetje veel. Hey, is een sneeuwpop. Nou, dan neem ik deze route hoor. Dan sneeuwpoppen bros over bitches. Sneeuwpoppen over spatels. Ook zie trouwens, de finish moet hier wel ergens zijn. Tenminste, als ik nog kans heb om te winnen. Please, waar is die finish? Waar is die? Hij is hier! Hij is hier! Ja! Return for your reward! Nice! Oh, nice. We hebben het gehaald. Met 8 seconden. Best goed. Nog een spatel. We hebben echt veel spatels gehaald op deze video. Stuk of 9. Nou, gaan we hier weer eventjes heen. Ik drink trouwens kruidvat energy drinks. Fucking chill energy drinks. Maakt heel erg als Red Bull, maar dan kost het 25 cent of zo. Ja. 9. Zo, en dan moet ik eventjes hier weer heen. Ik ben een jongen.
Geen hebben die opmerking op sloeg, maar dit is gewoon een feit. Ik ben een jongen. Congratulations. Nu heb ik trouwens het hele level gehaald qua spatels dan. Ik vind nooit alle sokken. Ik ben niet zo'n sokmaniak. 49 stuks. Nog eentje en dan kunnen we naar het Kelfbos. Een van mijn favoriete levels. Ik vind eigenlijk alle levels in wereld 3 het leukst, omdat ze heel erg bij de serie horen. Oh, je moet ik echt in één keer alle achter sneeuwpoppen. Dat is een pittige uitdaging. In ieder geval heb ik al genoeg geld. Ja, gaan we weer terug naar de dromen. Ik stel voor dat we die musicus in the Ear of the Beholder kiezen. Dan zijn we weer bij het deel van Octo. En dan gaan we daar weer uit en dan staan we er weer. Hop! Oh, dat is hier te doen. En onderbroekje. Hier even lekker mezelf pijnigen. Dus even kijken. Gewoon door die poort. Ja, oké, cool. Als we nog geld nodig hebben, gaan we weer terug naar die ene baan. Sorry, ik liet een boertje. Dit komt allemaal door het duivelse product dat zich kruidvat energy drink noemt. Oké, hoe werkt dit? Oké. Oh man. Ik had geen kans. Oké, het komt dus op neer dat je moet hierop. Kijk of dit wat wordt. Ja, oké. Je moet even wachten. Je moet niet te snel willen, Rick. Want dan krijg je dit. Kijk dit gevel. Oké, waar zou even geduld? Even geduld. Ziet er niet heel moeilijk uit. Je bent redelijk snel beneden. Dat is het fijne. Als je hier Sandy zou kunnen zijn, zou het nog beter zijn, denk ik. Daarom ook dat systeem bij Sandy's droom trouwens. Je kan niet terug vanuit het Sandy zijn. Want waarom niet? Want je hebt SpongeBob nodig voor die bellen. Voor die ene. Deze. En daar werkt het liftje mee. Kijk, dan kunnen we naar Patrick's droom als we nog 1000 hebben. Dus hopen we kunnen dat een beetje verdienen bij meneer Krabs. Ja, ik heb het geld er niet voor klem. Ik zou graag. Oh, hallo daar. Hallo Trudy. Wacht, ik zou je zo doen. Hier. Piele. Dan kun je naar deze dude doen. Nu als je in zijn licht loopt, dan pakt hij je. Maar als je gaat pielen, dan... Oh, fuck! Bitch. Nice. Krijg ik nog muntjes daarvoor? Ja, hoor. Komt gewoon nog. Misschien kun je nog op de... Wat, ik ga proberen op de crocan te crab te komen. Ik vind dat nog iets voor deze game dat het mogelijk is, namelijk. Ja, en er ligt dan vast een sok of zo. I don't know. Ik zag daar wat. Oh, hier zo. Daar kom ik dan weer net niet op. Of misschien toch wel. Hallo, oh, dat is gewoon weer een krabje. Hallo daar. Nee, is niet even wat te doen op dit dak. Normaal vind je altijd wel iets. Een sokje of zo, maar vandaag niet. Hier binnen is alles kut. Maar kan ik je wat vertellen? We kunnen al wat bloemetjes verdienen en al die leuke dingen. Ik weet niet of je die behoudt als je doodgaat. Ik ga er niet vanuit. Heleboel machines, een kookplaat. Het is verschrikkelijk. En, oh ja, hamburgers. Ja, gelukkig heb ik die raketten. Dus ik hoef die trap echt totaal niet te gebruiken, voor mijn gevoel in ieder geval. Alleen het probleem is, al deze gasten hebben allemaal launchers. En een spatel? Oh man. Dit ziet er verschrikkelijk uit. Are you ready, kid? Set, go. Oké, ja, dit... Ik zou graag die bommetjes eens gebruiken, maar dat gaat je gewoon niet lukken. Ik zit even te wachten op die hamburgers uitklappen eigenlijk. En natuurlijk overal geld, vind ik wel leuk gedaan. Gaan die hamburgers uitklappen? Are they? En de vraag is ook... Oh fuck, dat zijn puur dingen. Oh man, dit is echt een orgie. Een pijnorgie. Al zeg ik het zelf. Ja, het probleem is, als die gasten niet gerespawnd worden, dan kun je redelijk overleven hier, hoor. Ik ga sowieso vallen als deze burger inklapt. Oh man, hij is al ingeklapt zelfs. Wauw, kut. Ik moet gewoon opeens zo'n burgertoren zien te klimmen. En vanaf daar kan ik alles wat kapot maken, denk ik. Het probleem is, deze gasten zijn gewoon vet scheel. Oké. Nou, dan gaan we proberen dan in ieder geval om die machines kapot te maken vanaf hier. Ik ga niet zeggen dat het gaat lukken en terugslag mee kill me. Ja, dat ja. En zat ik maar eens aan doet opeens. Oké, wacht. Nee! Hij valt wel mee in gemeen zijn. Niet doen! Nee, dat ga ik nooit redden. Auw, ja, inderdaad, SpongeBob. Zoals je al zegt, auw. Het probleem is gewoon, deze gasten die vuur maken zijn best wel gemeen. Dat is echt een probleem voor mij in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Als ik deze twee gasten nou gewoon even dood maak. Ja, overbeurie. Dat is echt veel vuur. Dat is echt veel pijn en vuur. En ik ben dood. Arr! En ik lekker te bakken. Lekker bak en braad. Nou, even kijken of er zo'n dude spant. Ja, die komen en die spannen echt wel terug hoor. Even nog een keertje. Gewoon blijven doen, Rick. Don't give up. Should I give up? Oh, hij schoot hij mis. Bol. Nou, nu is die ene vent... Oh, er komt meteen een nieuwe. Dit is zo lame. Ik dacht, nou, we hebben wat tijd, weet je wel. Oh, misschien kan ik Octo een beetje als schild gebruiken. Dat zou zo fijn zijn. Kan dit? Dan ga ik dood.
Het ziet er redelijk te doen uit. Check hoor. Als dit werkt, heb ik echt gewonnen. Ja, het werkt. Wauw. Oké, Octo, dit is onze strategie, man. Even hopen dat hij niet meteen... Ja, dat dacht ik sowieso al. Nou, je kan niet echt goed je perspectief veranderen. Misschien nu? Ja, oké. Dit is een geniaal idee van mij. Dat is één in ieder geval. Pak jou. Als Octo me gewoon dekking blijft geven, zou dat heel... Oh, damn it. Ik weet nog niet of dat kan door die ploffende raket. Nee, dat kan omdat die vent gewoon raakte. Ik kan sowieso proberen deze kant op te staan. Die kant op, sowieso, dank je. Een beetje een ingewikkelde route, maar dan kun je uiteindelijk deze automaat ook wel kapot maken, denk ik. Ja. Nou, er nog maar eentje over. Dat gaat al hartstikke goed, in ieder geval. Het probleem is, als ik trouwens wel een keer geraakt word, ik val er wel meteen af. Ik ben echt een hacker momenteel. Tenminste, dat voel ik me wel. Ik ben het niet officieel. Volgens de wet zal ik wel geen hacker zijn, maar... Ah, oké. Die is echt niet kapot te maken. Ik weet niet of ik dan wel op zou moeten klimmen. Ja, ik zit even te kijken naar mijn mogelijkheden momenteel. Deze robots worden in ieder geval niet snel bijgemaakt, dat scheelt. Niet omdat ik twee van de drie machines kapot heb gemaakt, dat bedoel ik, zeg maar. Dus deze vent even gauw dood maak. Ik weet niet hoe snel die terug verschijnt. Kijken of ik misschien toch wel kan redden. Even door een kleine... Ja hoor, het lukt hem gewoon. Oh man! Heb ik hem? Nee! Kom op Rick, je kan het. Kom op! Kom op! Oh nee! Het is echt heel irritant. Ik red het net niet. Ai. Dus, hij is wel een tweede gespawnd weer. Ja, oké. Okay. Als ik dit doe, heb ik wel wat tijd gewonnen natuurlijk. Oh man. Twee. Eén. Ja! Jackpot! Oké, we hebben alle drie de machines kapot gemaakt. Dit betekent dat we alleen nog alle dudes dood moeten maken. Vanaf deze safe spot. Zonder deze safe spot is het trouwens gigantisch moeilijk, want je moet op die burgers klimmen ofzo. Ja, het is één groot drama. Laten we gewoon houden op één groot drama. Net als mijn leven eigenlijk. Dit level is zoals mijn leven. Eén groot drama. Oké, nou als het goed is, spawnen ze niet meer. Daar gaan we even vanuit. En ik ben trouwens ook wel lekker genoeg geld om verdienen om naar Patrick's Droom te gaan. Kan ik het toch nog laten zien? Ik had het bijna gespoild aan het begin van de aflevering van... Oh nee, Patrick's Droom. Ja, dat ja. Ik ben nog van plan de volledige game te gaan letsplayen op mijn kanaal. Dus ja, dat doe ik in een aflevering van een kwartier. En ergens aan het einde van de game kom ik hier gewoon weer. Dus heb je gewoon een aflevering van... Ja, vier afleveringen die je al kent. Ik verplicht je ook niet om te kijken hoor, dat je dat vast weet. Ik raak je zeker aan de hele serie te kijken op mijn kanaal als je daar zin in hebt. Maar ik ga je zeker niet dwingen om dit hele stuk nog een keer te kijken. Als je daar geen zin in hebt, dan kun je het hier op wel zien. Als je zin hebt om mij nog een keer te zien doen, dan doe je ding. Let's see. Oh, hoe werkt dit? Die gasten, ja, die trekken ze terug in hun band. Oké. Okay. Voor mij moet je ze alle drie raken namelijk. Zoiets was het, van mijn gevoel. Of de middelste. Moet je de middelste uitschakelen? Ik weet het serieus niet. Dat is irritant. Ik kan trouwens wel gewoon normaal gaan staan, dat is wel fijn. Oh man, ik ben even niet gewend aan de inverse besturing. Ik kan hem ook gewoon laten ontploffen trouwens, als je denkt, nou, ik heb er zin in. We kunnen ook gewoon proberen die gasten dood te maken, alleen de vraag is even hoe. Ik heb momenteel toch nog zat levens, dus... Maar nu kan het gewoon in ieder geval. Ja, je moest alle drie kapot maken. Oké, toppie. Jullie gewoon door dit te doen. En jij bent even dood. Maar ik kan ook proberen deze gast erin te slaan. Oh, weer. Oh nee. Laten we wel even proberen te overleven, jongens. Laten we wel even als prioriteit stellen. Yay! We hebben gewonnen! Door middel van Octo-hacks. Octo is normaal gesproken totaal niet je vriend, maar deze aflevering wel. En ja, nog even een leuke aandacht voor de achtergrond. Voor de mensen die nog niet was opgevallen, we staan momenteel op een grillplaat. En dit is een mes. Niet dat meneer Krabs ooit kookt, maar hij heeft wel veel geld. Dat is gewoon een feit. Yay! 50 spatels. Joepie. Oeh. Ik kan wel zeggen dat de rest van de wereld iets minder divers zijn als deze. Het is meer een beetje puzzelen en dit is meer gewoon echt losse kleine leveltjes. Want daarom had ik ook deze uitgekozen. Ik dacht, ik geef jullie meteen het beste ultieme beeld van deze game. Omdat het leukste level is, in mijn ogen. Ja, we gaan weer verder. Naar Patrick's droom, een zeer uitdagende droom. En we gaan even kijken hoe we hier langs gaan komen. Mijn gevoel was dit nooit zo moeilijk. Kan ik me herinneren. Oké, kut. Mijn gevoel zegt, fuck jou, Rick.
Nou, oké, gevoel. Dat is jammer. Toen ze van, hé, kijk, ik heb hier wel ruimte. Spring hier maar op. Oké, ik zal het doen. Lol. Joke. Oké, wacht, ik zal even moeten. Alles draait iedere keer een kwart. Ga ik vanuit. Ja, kijk. Oké, ik heb een idee. Ik heb er twee. En als je dat niet wil, dan doe je het toch niet mee. En ik was best ver en ik raakte alleen wat onderbroeken kwijt. Maar omdat ik niet werd afgestoten door de stekels, was het nog bijna gelukt, ook meid. Dan gaat dat sowieso lukken hoor, daar niet van. Ik had net redelijk wat geluk en ik kwam ergens. Ik had net redelijk geen geluk en ik kwam nergens. Ja, dan moet je zo doen. Oh man. Wat ben ik ook eigenlijk allemaal aan het doen, hè? Ja, en dan... Nee, oh man, die sloeg me net af. Als hij mij nou gewoon even liet staan op die stekel, dan waren we er. Ik snap ongeveer wat je moet doen, maar ik heb gewoon geen geduld. Als ik iets niet heb, is het geduld. Wat moet je dan niet doen? Dit soort dingen. Nou, mooi. Je hebt zelf mijn leven beschreven. Gefeliciteerd. Oh, je moet trouwens wel hierop. En dan moet je gewoon... Oh man. Dat kan je ook gewoon doen, ja. Ja hoor, het is hem gelukt. Het is hem gelukt. Oké, oh, daar heb je die vent weer. Ga maar even schouw Patrick's droom binnen. Patrick, oh, daar is trouwens het einde. Daar is toch ook nog een ding. Nou, oké, hier is Patrick. Dit is Patrick's droom. Patrick, you have a golden spatula. Give it here. Not so fast, SpongeBob. You'll have oh, we moeten door Patrick's test zijn om de gouden spatel te krijgen. Very well, sir. Challenge accepted. Challenge accepted. Hier komt het gewoon vandaan. Eigenlijk niet, maar alsnog. Very well. Your challenge is to find the golden spatula. You're holding it. Woo! Dit is zo droog. Maar het is ook vet raar, want het hele level doe je vet van moeite voor zo'n spatel. Kom je bij Patrick, krijgt iedereen. En naast zijn huis ligt nog een spatel. Dus je krijgt in één keer in een minuut twee spatels. Boeien! Ik kan meer. Nee, voor mij ligt er ook geen sok. Maar het is gewoon zo droog. Patrick's droom is gewoon helemaal leeg. En hij zegt, je uitdaging is om de gouden spatel te vinden. En dan heeft hij hem in zijn hand. Ja, dat had je ook best wel gezien. Als je een woord Engels spreekt. Ja, misschien gemerkt. Hup! Hup, hup. Barba truc. Bitch. Yay. En nog een spateltje voor Ricky. Ik weet niet waar ik nog spatels gemist heb. Waarschijnlijk is Sandy's droom nog wel eentje. Denk ik. Of heb ik de hele wereld al gehaald? We gaan het even checken. Ja. Yeah. Oh, alleen follow the bouncing ball. Oké, okay, we kunnen hem even proberen, ja. We moeten toch nog wat in deze video op te vullen. Anders gaan we naar Kelp Forest. En dan sluit ik het hier af. Hey, dat kan ook nog. Terwijl we weer even iets omhoog zien te komen. Dit is een hartstikke leuke opdracht. En als het goed is, moeten we dus op die bouncing ball blijven staan. Of we moeten hem volgen. I don't know. We zijn follow the bouncing ball en niet stand on the bouncing ball. Dus dat geeft me een idee. Een heel goed idee. Ja hoor. Hij doet het hem weer. Dan gaan we hierop. En dan komt hij dichterbij. Oh, ik had dat ding dood moeten maken. Helemaal vergessen. Kom op, Rick. Sneller. Sneller, harder, stinky, stinky, dinky, 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 boom. Nou, die is dood. Nou, even kijken of het volgen van die bal nog wat wordt. Waarschijnlijk hebben we daar wat redelijk wat oefening voor nodig. Gok ik. Ik zie trouwens mijn mic ding niet. Oké, gaan we. Moet je hem nog erop houden of moet je hem alleen te volgen? Zou te zien of je hem alleen te volgen. Oh, je moet natuurlijk een sprong maken met die bal. Ja, het probleem is gewoon als het niet lukt moet je winnen boven. Dat is irritant. Lijkt mij. Nee! Oh, we waren zo dichtbij. Het is wel veel makkelijker dan ik had verwacht, moet ik zeggen. Ik had echt verwacht dat het 1000 maal moeilijker zou zijn. Tijdbesparing is zeikbesparing, zeg ik altijd maar. Ik doe dit speciaal voor jullie jongens, ik bespaar jullie die tijd. En die vent is wel meteen dood. Oh, dat was niet de bedoeling. That was not the bedoeling. En nou leeft hij weer, dat is minder. Moet ik hem eerst even doodmaken. Met mijn superkracht, die ik van Satan heb gekregen. Oh, ik ben hier weer. Hallo daar, Gerard. Mijn vader heet Gerard. Ik noem echt veel te vaak als ik een mannennaam moet gebruiken, gebruik ik Gerard. Dat is raar. Mijn vader heet Gerard. Maar mijn vader heet Gerard, verdorie. Nou, oké. Okay. We zijn er weer. Wacht, misschien kan ik van de vier beter die dude doodmaken. Welke dude? Die dude? Bubble power. Ik sta veel direct. Daar sta denk ik wel dichterbij. Ik weet niet zeker. Ik weet alleen niet zeker. Bubble power. Bitch. Daar ga je dan. Yay, we gaan even proberen die bal een keer. Dat was mijn geluid. Dit is niet mijn geluid. Het geluid. 538. Cue music. Gerard. Oh, ja, dat kan ook. Wel een beetje brutaal, maar het is optioneel mogelijk. Ja. Ik ben het helemaal niet gewend dat ik dit moet doen.
Want ik ben een cheater. Ik ben gewend om te cheaten, dat ben ik. Hopla. Boomba bedi. Boomba is cool. Mijn neefje was altijd fan van Boomba. Hij is nu 8. Nu is hij geen fan meer van Boomba. Tenminste, daar ga ik niet van uit. Dat zou een beetje raar zijn. Jee, hij heeft het weer gehaald. Die mythische kerel van de X-Cell gameplay. Rick van Serp gameplay heeft het weer gehaald. Nou, dit is... Hey, wacht die bal aan. Kun je er ook op? Oh, je kan wel aftikken waarschijnlijk. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Zou je ze dichtbij blijven. Dichterbij, Rick. Closer. Nee! Oh, ik kan gewoon terug eigenlijk hier overheen. Dat zou zoveel... Ja, dat kan gewoon. Oké, dat scheelt een hele hoop gezeik. Dat scheelt een hele hoop gezeik in ieder geval. Als je zoiets hebt van, nou, het gaan niet worden, kun je gewoon weer teruglopen. Oké, dan. Nou wil ik dit niet halen, deze video ook, hoor. Nou ben ik determined. Ik weet niet of ik, als ik een game, als ik een serie van ga doen, of ik hem helemaal ga doen. Ik ga waarschijnlijk niet alle sokken halen. Maar voor de rest denk ik dat ik wel wil proberen alle spatels te halen. Vind ik wel een leuke uitdaging. Woo! Oh, ik val ook op deze burger. Handig! Ik denk dat ik het hierbij laat, jongens. Bedankt voor het kijken van deze XXL gameplay. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Ik ga deze game dus sowieso op mijn kanaal doen, want het is een fucking awesome game. Ik heb deze zoveel gespeeld in mijn jugend. Jawoel! Bedankt voor het kijken. Ik dacht, ik doe mijn pet af en dan zie je mijn mooie, platte, vette, vieze mannenhaar. En mijn ontblote voorhoofd, wat heel groot is. En SpongeBob geeft zichzelf een blowjob. Dat is een heel leuke manier om de video af te sluiten. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering, volgende zaterdag van Le XXL Gameplay. Bedankt voor het kijken, tot de volgende aflevering. Vergeet hem niet te liken. Doei!